Centrale bank-gouverneur Maurice Roemer merkt op dat Suriname nog niet werkt met een model waarbij de koers bepaald wordt door een rationele vaststelling van wisselkoersen. Hij sprak gisteren op een persconferentie van de moederbank. Roemer zegt verder dat het een grote uitdaging is voor zijn organisatie om de vraag- en aanbodzijde van alle huishoudens die betrokken zijn in het valutagebeuren te organiseren. Op grond van rekenmodellen van de centrale bank kunnen we zeggen dat als de koers nu, zoals wij vernemen, richting 25 en hoger gaat, dat we zeggen jammer, omdat wij denken dat de kopers dan te veel betalen, dat de koers dan is overgewaardeerd. Maar dat is voor de markt, zoals we dat moeten organiseren in het IMF-programma, helaas geen uitgangspunt. Derhalve doe ik een beroep op alle vragers en alle aanbieders dat het laatste waar ik het over heb gehad toch mede in beschouwing wordt genomen en dat de markt niet wil zeggen wat wil de gek ervoor betalen. De centrale bankpresident vindt het jammer dat het opzetten van een nieuwe markt voor gunstige koersen wordt bemoeilijkt. Hij stelt dat de markt niet alleen door financiële instanties moet worden bewerkstelligd. Veelal wordt het opzetten van de markt bepaald door het IMF-programma, waarmee Suriname nog niet zoveel ervaring heeft. Het is naar zeggen van Roemer belangrijk om na te gaan als die belangrijke participanten op de valutamarkt zich laten leiden door onderliggende economische waarden om die koers te bepalen. Hoewel de wisselkoersen voor de dollar en de euro gisteren een piek bereikten van bijkans 25 SRD, waren deze vandaag gedaald naar onder de 24 SRD voor 1 US dollar of euro.